Welkom op de persconferentie naar aanleiding van de 16e finale wedstrijd tussen KV Oostende en KV Mechelen. Zoals gebruikelijk geef ik graag het woord aan de bezoekende trainer voor zijn analyse. Dankjewel, goedenavond. Ik denk dat wij op de juiste en enige manier hebben gereageerd. Ik denk dat het gevoel van gekrenktheid in de groep heerste na de uitslag van zaterdag en de terminologie die er rond gebruikt werd. En ik denk dat wij vanaf seconde 1 die wedstrijd op een goede, agressieve en correcte manier hebben aangepakt. Met veel druk naar voren toe, met veel mogelijkheden of althans de ideeën om aanvallend voetbal te brengen. Het was wachten op dat doelpunt. Gelukkig valt dat net voor rust. Een prachtig mooi doelpunt van de debutant van Sergio Oliveira. Niet de Oliveira, maar Oliveira. En er wordt dan verder gezet. Tweede helft moesten we ons hoeden om niet in een val te trappen om te gaan achteruit leunen. Dat hebben we blijven doen. We hebben druk naar voren blijven zitten. We hebben baas gebleven. We hebben dominant 90 minuten kunnen blijven voetballen. En dan was het logische gevolg dat dat het tweede en het derde doelpunt viel, mede door het risicovolle spel dat Oostende uiteraard ging spelen om die gelijkmaker te zoeken, kregen wij tal van mogelijkheden en daar hebben we nog twee maal uit gescoord. Dus 0-3, ik denk dat dat het een verdiende uitslag was, dat wij ook tevreden mogen zijn dat de jongens eigenlijk terug de puntje op de i hebben gezet en dat we nu verder kunnen concentreren op de volgende wedstrijd die thuis is tegen Lokeren. Dankjewel. Dank u. Fred. Ik kan eerst beginnen met Mechelen te feliciteren met meneer Vrijs te feliciteren met de kwalificatie. Ik denk dat het verdiend is. Dus ik denk dat dat buiten kijf staat. Maar laten we zeggen dat het neer snel heeft. Oké, Mechelen had veel balbezit. Maar echt gevaarlijk waren ze niet buiten baar afstand schoen, vond ik. Dan op het moment dat je klaarmaakt voor mijn gelijkspel, 0-0, de rust in te gaan, maakt die wel een schitterende actie, schakelt drie man uit. En dan reageer je iets impulsief, valt die vrij trap, oké, schitterend binnengestampt, maar in principe mag die nooit binnen vandaag. Laat ons dat duidelijk zijn, want echt hoog en echt goed geplaatst is die niet. Zijn bedoeling was wel, het was wel die bedoeling, oké, hij gaat binnen, maar was pakbaar. Dan ga je nu alleen de rust in en dan moet je een beetje risico's gaan pakken. Dan tracht je nog een kwartier dat die tweede gewoon niet valt. Juist op het moment dat je dan die risico's wil gaan nemen, valt die vrij trap cadeau met een grote streek er rond. Pintootje is 1,20 meter, bij manier van spreken, en die krijgt gewoon de fout tegen. Ja, dan stopt het. Oké, die bal gaat op schieten. Vind ik in principe mooier. Overhoeks, heel mooi getrapt, paal binnen. Ja. Zeer mooi, 0-2. Maar dat die tot stand komt. En dan weet je dat het moeilijk wordt natuurlijk. Daar ga je nog meer risico's gaan pakken dan op de counter maken ze 0-3, kosten ze misschien nog 0-4 gemaakt hebben. Maar ik ben toch langs de ene kant een beetje trots op mijn ploeg. Met de middelen dat we hebben. Hebben we het Mechelen proberen moeilijk te maken, dat is niet genoeg gelukt. Dat is ook een feit. Maar we zijn er blijven voor gaan. Voor toch proberen dat doelpuntje te scoren. En onze supporters die toch talrijk aanwezig waren, waar ik ook ze wil voor bedanken, toch nog dat doelpunt te gunnen. Helaas is het niet gelukt. Maar voor ons primeert nu zaterdag wetteren. Langs de ene kant is het natuurlijk spijtig dat we twee spelers gekwetst uitvallen nu. En dat voor zaterdag sowieso niet gaan spelen is Nils Koussemend en Lars Wallais. Dat wordt wel een beetje een naderlating. Dan gaan we moeten kijken hoe of wat we dat gaan oplossen. Maar in het algemeen laat ons zeggen dat ik de reactie van mijn ploeg, zelfs bij die achterstand, was positief. En we iets trachten van te maken. Oké, we waren iets te weinig, iets te licht in de weegschaal. Maar dat is het verschil tussen eerste en tweede klas natuurlijk.